Na een gigantische teleurstelling in de vorige video waarbij ik dat kerkje was misgelopen, kreeg ik ineens een heel goed idee om toch door te gaan. Ik had een aantal jaar geleden geïnvesteerd in wat aandelen. En ik besloot daar bijna alles van te verkopen en zo all in te gaan. In mijn droomhuis in Zweden. Dit betekende wel dat ik er ook permanent zou gaan wonen in plaats van een zomerhuis. Anders leek het me financieel onverantwoord. Maar ik was inmiddels ook zo van Zweden gaan houden dat ik er best wel permanent zou kunnen zijn. Dus dan zou ik echt gaan emigreren. Daarnaast besloot ik ook mijn strategie te veranderen wat locatie betreft. Tot nu toe was het echt één grote puinhoop hoe ik ben gereden. Ik ben hier dus begonnen. En toen ben ik dus eerst naar Brams feestje gegaan. Toen ben ik zo gereden wat huisjes bezoeken via naar Gustav. Toen ben ik helemaal hier naartoe gegaan om naar huis te kijken. Toen dacht ik, laat ik eens in Farmland gaan kijken. Ben ik helemaal hier naartoe gegaan. Ben ik hier helemaal rondgereden. Ben ik helemaal boven in Farmland geweest. Was het ook niet. Terug, toen weer hierheen, toen weer hierheen, toen weer hierheen. Toen hier helemaal hierheen. En toen dacht ik, oh, dat kerkje moet ik hebben. Dat is helemaal hier. Dus ben ik helemaal hierheen gegaan. En toen was ik eigenlijk ook, omdat ik daar al was, mede misschien te laat. Daarom denk ik, gewoon hier mijn vaste plek hebben en dan. Ik vond een super mooi plekje bij een klein meertje in de buurt van het grote meer bij Jönköping. Ik heb hier lekker geslapen vannacht. Tijdje met mijn deuren open. Deze gasten uit Litouwen, die hebben hier de hele nacht gevist. Niet geslapen. En hij zei, hij wil die vissen, dus ze gaan ze niet opeten, maar ze gaan het brengen naar meer dichtbij, waar hun in de buurt wonen of zo, of zoiets, of naar een ander meer. Een hele nacht gevist, joh. Hardcore. En ik hier maar een beetje lui pitten. Mijn autootje. So nice. Must have been quite a struggle to catch them. This is fighter. Yeah. One that came off. You actually catch three, but one. Yeah, catch. One. Go away. Wow, beautiful. Les geleerd. De dag direct daarna dat die verkocht was, dat ik zo baalde, kwam er een nieuwe hele gave kerk online. Die open dag is over 2 weken, dus dat duurt allemaal wel weer even. Maar we gaan gewoon zien hoe dat gaat. En er blijven gewoon hele toffe dingen zich aanbieden. Dus het komt allemaal wel goed. Tijdens het kamperen probeerde ik ook zoveel mogelijk te schilderen. Alle dagen dat ik niet naar huisjes kon kijken, kon ik hier lekker in de open lucht schilderen. En als het regende in mijn partytent. Iets heel lastigs wat steeds gebeurde was dat een ezel inzakte. Schroefjes waren dolgedraaid, dus ik moest even een nieuw systeem bedenken om met nieuwe schroefjes en een schroevendraaier elke keer als ik met deze ezel ging schilderen alles aan te draaien. Stabiel, nu kan hij echt weer een beetje wind hebben. Dat is wel relaxed. Dit pootje ging de hele tijd zakken en elke keer zat ik weer even daar, even een beetje te chillen en ineens hoorde ik bam! En dan viel mijn ezel weer om. En dan lag mijn schilderij weer op de grond. Elke keer, gelukkig, vielen de schilderijen wonderbaarlijk op hun rug. Maar nu is mijn ezel weer helemaal intact. En mijn atelier ook. Dus ik kan weer lekker aan de slag nu. Ik wilde een nucleaire bom schilderen. Dus had plaatjes van het internet opgezocht voor dit schilderij. Kom naar de expositie op 23 en 24 september bij IQ Kunst in Zwolle, Marsweg 24. Voor meer informatie ga naar mijn website danieldouglas.nl. De link staat onder dit filmpje. En toen besloot ik door mijn enorme nieuwsgierigheid om alvast naar het kerkje te gaan kijken. Het was aardig ver noordelijk, bij Örebro in de buurt. Toen ik een plek had gevonden om te schilderen en te kamperen dicht bij de kerk in de buurt, besefte ik me wel dat dit een prachtig natuurgebied was. Ik had de kerk nog niet van binnen gezien, maar de omgeving was wel heel bijzonder. Er zitten een paar dames te zwemmen. En als ze één woord zeggen, normaal volume, dan hoor je een gigantische echo. Klinkt heel psychedelisch.
Deze kerk, maar vooral de omgeving, waren prachtig. Het was echt heel mooi. Maar om niet al te gehecht te raken aan dit object, besloot ik te gaan kijken naar een heel gaaf Pippi Langkous huis. In Smoland weer. Dit huis is wel zo mooi dat ik niet denk dat ik het echt kan krijgen. Maar ik ga er ook een beetje heen als afleiding. Ik wil niet te gehecht raken aan één object. Ik wil mijn kansen verspreiden. Terwijl ik moet wachten op de open dag van het Pippi Langkous huis, besluit ik nog eventjes te schilderen bij een plek dicht in de buurt van dit huis. Het is hier ook echt heel, heel mooi. Omdat het regent steeds, haal ik gewoon mijn schilderij weer van de ezel af. Dan zet ik hem even achter tevoren tegen de auto aan, zodat de voorkant niet nat wordt. Ik had gewoon geen zin om die partytent op te zetten. Ik hoef weer afbreken. Het is veel gedoe. Het is heel wisselvallig nu. Maar ik ga zo meteen dus naar het Pippi Langkous huis. En ik denk dat het heel druk gaat zijn. Want hij staat een dag korter op Hemnet dan die kerk. En er zijn al meer dan 3 keer zoveel bezoekers die naar die pagina hebben gekeken. Dus ja, dat wordt weer zo'n stressvolle, gezellige huiszoeking. Waar iedereen elkaar de wereld gunt. Ik hou in ieder geval een positieve vibe. Voor mezelf. Hoop ik. Kijk eens hoe druk het is. De hele tuin staat vol auto's. Duitse. Zweed. Zweed. Ja. Iedereen wil wel een Pippi Langkous huis, hè? Ben ik niet de enige. Nou, het stinkt niet. Dat is een heel groot voordeel. Dat is altijd iets. Als het vochtig, schimmelig ruikt, dat is natuurlijk altijd een heel slecht teken. Het staat wel ietsje scheef. Hier. Maar dat hebben al die oude huizen bijna. Wow, dit staat wel helemaal bol trouwens. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Het huis van Pippi Langkous was denk ik ook een beetje scheef. Ja, het is wel heel mooi hoor. Wat ik dan heel jammer zou vinden, kijk deze keuken. Die is perfect zoals die is. Wat ik heel jammer vind, is als mensen hier een moderne keuken in gaan zetten. Dit is toch fantastisch. Om te bewijzen dat je gewoon kan leven zoals ze een halve eeuw geleden leefden. Er stroomt alleen koud water hier. Vanuit de bron. Gave, zijn eigen bron. Kijk, als je dit een mooi kleurtje geeft, dan heb je echt een heel mooi huis. Dat is het vooral. Voor tot zover ik het nu heb gezien dan. Even naar boven kijken. Dat is ook spannend. Het schijnt al heel lang geen mensen te hebben gewoond. Oh, het is ook allemaal nice, netjes. Oude Elektra. Kijk, hier zou ik leuk kunnen schilderen. Het is alleen niet zo hoog, helaas. Dat is altijd ideaal als ik wil schilderen om een beetje een hoge ruimte te hebben, natuurlijk. Ah, het is wel fijn. Het is een fijne plek. Alles is mooi droog. Dat is heel fijn. Ik ruik geen schimmel. Ik zie geen schimmel. Dit zijn van die balken. Oh, lijken wel. Die gaatjes lijken wel. Ongedierte en hier ook. Die plaat is een beetje aangevreten. Nou ja. Ligt er nog zaagsel? Ja, er ligt wel een beetje zaagsel, maar. Kijk, dat is heel klop. Nou, er komt niks uit. Schijnt dat als er dan wat uitkomt,
Dan is het foute boel, want dan zijn ze nog aanwezig. Kijk hier. Het is wel aardig aangevreten. Geheime deur. Het is gewoon een heel mooi huis dit. Ik vind het ergens, eerlijk gezegd, nog mooier dan die echte oude huisjes. Die echte oude zomerhuisjes. Dit is misschien wat minder origineel, maar dit heeft een beetje de Victoriaanse stijl. Ze noemen dit ook wel boeren-Victoriaanse stijl. En dit is Zweedse boeren-Victoriaanse stijl eigenlijk. Je spreekt altijd enorm tot de verbeelding. Veel kamers. Dat is wel heel leuk ergens, maar ook wel weer een beetje nadelig. Dat de Zweedse huizen zo zijn ingedeeld met allemaal rondloopjes. Dus dat is als atelier is dat wel lastig. Want daar wil je eigenlijk één grote ruimte hebben. Wat dat betreft is die kerk natuurlijk heel fijn. Maar dit is wel fijn om in te wonen. Die kerk is bijvoorbeeld heel moeilijk om warm te houden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hoog hierop geboden gaat worden. Ik denk wel aardig hoog hoor. Het is toch gewoon, moet het dan gebeuren, maar het is wel net. Het is netjes verder. Het zijn niet hele ingrijpende dingen voor zover ik kan zien. Ik ga maar even boven buiten kijken, in de schuur en zo. Dat is ook wel tof. Ik ben benieuwd wat daar allemaal te zien is. Mooie schuur. Netjes, ziet er netjes uit. Er moet wel even opgeruimd worden. Nou ja, dat is niet zo'n groot punt. Wauw. Het is wel een mooie schuur, zeg. Hier kan je ook echt een heel mooi atelier bouwen, trouwens. Ik denk dat ik dat zou doen als ik dit nu zie. Nu ik dit zie, zeg maar, denk ik. Ik denk dat ik hier een atelier zou bouwen. Ja, het is een mooie ruimte dit. Dan moet dit wandje eruit. Kijk ook hier nog even naar beneden kan, naar boven kan spieken. Maar nog even die schuur, wat daar zo vet aan is, wat mij heel tof lijkt. Kijk, die zit recht op het zuiden gericht, die op het noorden. En als kunstenaar wil je graag noorderlicht, want het is altijd constant. Dan heb je nooit de felle zon binnen schijnen. Dan is het licht ongeveer altijd hetzelfde. Dus als je dan aan die kant helemaal vol met zonnepanelen doet, dan heb je allemaal de energie die je nodig hebt. Ook voor keramiek stoken misschien of zo. En daar allemaal transparante plastic platen. Dat lijkt me nou echt het ideale atelier. Dat lijkt me heel gaaf om zoiets een keer te bouwen. En deze staat, de richting hoe deze schuur staat, is wel perfect ervoor. Kijk, dan zou ik hier dus nog, hier zou nog een aanbouwkastje kunnen maken. Op het zuiden heb ik nog net recht op. Nou, wie weet hè. Maar ik kan niet anders zeggen dan dit is wel echt een prachtig huis om te zien. Qua huis denk ik wel het mooiste huis wat ik tot nu toe heb gezien. Maar helaas, waarschijnlijk boven mijn budget. Dit vind ik nou zo grappig aan Zweden. Van die hele stoere auto's die dan 30 km per uur rijden. Er zitten er gastjes in van tussen de 14 en 18 jaar. Met een brommerrijbewijs met 30 km per uur toch een auto mogen rijden. Toen ik dit gastje aankeek, leek hij een jaar of 10. Heel bizar. Ik ben onderweg terug naar het kerkje. Over een paar dagen is de open dag daar. En voor die tijd wil ik daar in de buurt nog even kamperen.
Op het Pippi Langkous-huis werd direct heel agressief geboden. Hij stond te koop voor ongeveer 32.500 euro. En binnen 2 dagen werd het opgeboden tot boven de 50.000 euro. Het ging heel snel achter elkaar en ik deed nog geen bod. Ik wilde wel een bod doen, maar ik dacht, ik zie het gewoon nog even aan, kijk hoe hoog het gaat. En toen, bij 580.000 kronen... dat is bijna 55.000 euro, stopte het ineens. En kreeg ik een berichtje van de makelaar. Als iemand nog een bod wil doen, dan moet hij het nu doen. Want de verkoper denkt erover om de biedingsronde snel te stoppen. Dus ik dacht, dit is nog net binnen mijn budget. Ik bied 585.000 kronen. Dat is op dat moment 55.000 euro. Maar dit bieden is eigenlijk nog steeds een beetje een soort afleiding. Om maar niet te veel na te denken over die kerk. Hoor je dat? Volgens mij is dat een hert. Het zit vet dichtbij. Vet lelijk geluid maken die, hè? Even een vuurtje instoken. Kwasten gespoeld. Zo bizar. Het is een van mijn favoriete dieren. Ik vind ze super mooi. Ze maken zo'n vet lelijk geluid. Ik denk dat hij zijn maatjes waarschuwt. Dat er een of andere persoon hier zit. Dat er een mens is. De volgende dag had ik nog steeds het hoogste bod op het Pippi Langkous-huis. Ik kreeg nu een berichtje van de makelaar. Voor 3 uur moet je je bod indienen op het Pippi Langkous-huis. Want dan, om 3 uur, bidden de verkopers de biedingronde stoppen. Maar om 3 uur, precies 3 uur, is ook de open dag van het kerkje. En dat kerkje, dat is het gebouw wat ik denk dat ik echt wil. Hoewel ik er nog niet in geweest ben. Dat kreeg ik net, dus een mailtje. Jouw bod is er is nog niet overboden. Jouw bod is niet overboden. En we willen om 3 uur stoppen met de biedingen. Dus, en om 3 uur is de bezichtiging van het kerkje. Dat is zo bizar, hè? En wat een spanning, jongen. Ik voel mijn hart, hè? Niet eventjes, maar de hele tijd. En als ik erover nadenk. Want kijk, dat kerkje, ja, die hele biedingoorlog moet nog beginnen, zeg maar. En ik heb dus, en ze vroeg zelfs, en kan jij, ben je in de buurt en kan je het contract tekenen vandaag nog? Ze wilde het waarschijnlijk voor het weekend, die makelaar wil het waarschijnlijk voor het weekend afgerond hebben. Kun je vandaag nog het contract tekenen voor het huis? Maar ik ben eigenlijk meer gek op die kapel. Man, wat spanning, jongen. Het is echt niet relaxed. Het is eigenlijk vet tof, want weet je wel, ik ben de hoogste bieder van het Pippi Langkous-huis. Vet mooi huis. Maar ja, de kerk wil ik eigenlijk liever. En oké, ik moet dit weekend nog eventjes de biedingoorlog van die kerk doorstaan. Zo meteen ga ik zien hoe het is daar in de kapel. Maar meteen toen ik een stap binnen de deur zette, rook ik iets. Een bezichtiging, vooral hier in Zweden, doe je niet met je ogen, maar doe je met je neus. Je weet vaak wel een beetje hoe het eruit ziet. Maar als het muffig ruikt en schimmelig, dan is het foute boel. De grote ruimte zag er inderdaad prachtig uit. Een mooi atelierruimte. Maar de kelder zat vol met schimmelplekken en barsten. Het rook ontzettend muf. En de pastorieruimte waar ik dan in zou gaan wonen, was klein en ongezellig en stonk. Maar plotseling drong het op me door. Ik heb het Pippi Langkous huis. Ik heb het hoogste bod op dit huis. Ze heeft het me toegezegd, de makelaar. Plotseling besefte ik me, omdat ik de kerk zo ontzettend tegenviel, dat ik het mooiste droomhuis van mijn leven nu heb gekregen. Het is heel bizar hoe je eigenlijk soms zo obsessed bent door iets wat je nog helemaal niet kent. Helemaal niet hebt gezien. Dat je niet ziet wat je wel hebt gekregen. Ik had bijna overwogen om van het Pippi Langkous-huis af te zien.
terwijl ik de kerk nog helemaal niet eens gezien had. Maar daarnaast vond ik het ook gewoon heel moeilijk te geloven dat dit nu mijn huis zou zijn. Ik ben nu onderweg naar Piep Lankers huis om morgen te gaan tekenen. Omdat er een nieuwe Rabobank pas op mijn deurmat in Nederland lag, lukte de transactie niet en moest ik toch nog eventjes terug naar Nederland. Maar dat hinderde niet, want de sleuteloverdracht was pas over 2 weken. Tjongejonge, het is toch wel een puinhoop, hè? Dit is gewoon het leven van een verhuizende kunstenaar. Hoe ga ik dit allemaal ooit meekrijgen? Het is nu iets van 7:00, 7:30 of zo in de ochtend. En ik wil zo dus naar Zweden vertrekken. Maar ik denk de hele tijd, ik heb het misschien een beetje te makkelijk ingedacht. Te makkelijk gedacht. Want ik dacht dus, oh, er ligt daar nog van allerlei spul. Maar ik weet helemaal niet wat er allemaal ligt. Dus ik ben nu, dat is dikke puinhoop nog. En ik ben als een malle een beetje dingen aan het nog inpakken, meenemen en zo. Van die noodzakelijke dingen zoals borden en zo en zeepsop en noem maar op. Gewoon zodat ik niet dat soort essentiële dingen ga missen zo meteen. Dus ik hoop dat ik nog een beetje op tijd aankom. Kijk, deze tas gaat nog mee, dat gaat nog mee. En dit gaat allemaal nog mee. Allemaal dingen die wel eens essentieel zouden kunnen zijn, hè? Nou, ik ben in principe klaar om te gaan. Er is wel één ding waar ik me een beetje zorgen om maak. En dat zijn de veringen. Ik heb al heel veel zooi achter in mijn auto. Terug naar Zweden. Zo ging de sleuteloverdracht. En zo kwam ik voor het eerst mijn eigen Pippi Lankhuis huis binnen. Nou. Ik hand open de deur. Oh. Oh, de andere kant op. Tal rekenen. If we if you want to keep this open, yeah, you need to you need to do something here. Uh-huh. Like nou, Daniel. Ja, betreed je huis. Ja. Zo, ja, dat is te vinden. Ja, ja. Oh, tak. Is de hond naar binnen oké? Okay? Ja hoor. Ja. Oké. Okay. Ah, nice. Hoe gaat het, maar hoe je zit? Zeer niet te 102. Pol. Nee, dat is het, dat kan wel. Wow, dit is vet. Check dit. Ik zit dus een beetje beter naar het mes te kijken, wat ik net uit die la haalde. Kijk eens, Moraknief. Vet, dit is een oud Mora-mes. Dit is misschien nog wel uit de tijd dat Anders Soor nog leefde. En makkelijk.